Ik ben Vlaams parlementslid voor Groen. En ik ben misschien, of zelfs mogelijk, overbodig in het politieke bedrijf. En dat is een van de gezegden die Fred Eerdekes, kunstenaar, hier in deze ruimte, in deze commissiezaal, opgehangen heeft. Hij heeft ze niet zelf opgehangen, maar ik bedoel, hij heeft een aantal uitspraken gedaan die tegelijkertijd over taal en de wereld, maar ook over de politiek zelf gaan. Ik kies voor Fred Eerdekes, omdat Fred Eerdekes niet alleen kunst maakt as such, maar ook meteen een soort van verhaal, een narratief toevoegt aan die kunst. Hij vertrekt van het narratief en hij beeldt het ook uit. Het is eigenlijk grappig, omdat het tegelijk onleesbaar is, onbegrijpelijk is, als je niet een licht erop zet en een schaduw projecteert op de muur, waardoor je begrijpt waar het over gaat. En dat sluit overigens ook wonderlijk aan bij wat de politiek zelf is. Hè. Met name een spel van talen, een spel van gedachten, hè, van heel vaak, die niet altijd letterlijk zijn, die pas in zijn schaduw betekenis krijgen of in de achtergrond betekenis krijgen. Het fijne is van kunst in dit parlement, maar vooral van dit werk, is dat ze elke dag, elke vergadering die we hebben, ons doen nadenken over waarover wij mee bezig zijn. Ik ben Bart Caron, Vlaams parlementslid voor Groen. En mijn favoriete werk is Er zijn zaken en er zijn bijzaken van Fred Eerdekes. Deze collectie in deze Jan van Eyckzaal, omdat het zo mooi het wezen van de politiek weerspiegelt.